Net als in bijna alle gemeenten is windenergie ook in Overbetuwe een belangrijk verkiezingsthema. 7 windmolens moesten er komen langs de A15 bij Andelst en Zetten. Maar die plannen liggen nu in de ijskast nadat een overeenkomst tussen gemeente en energiecoöperatie niet is verlengd. En we hebben in Midden-Betuwe het doel om meer duurzame energie op te wekken. Maar dat wel zo te doen dat burgers daar ook maximaal van kunnen profiteren. Een groep bewoners ziet de komst van de windturbines absoluut niet zitten. Wij zijn niet zozeer tegen windparken, maar wel tegen windparken in de nabijheid van de bewoonde wereld. En gelukkig hebben we nu de landelijke wind mee, gezien het onderzoek naar de medische aspecten van windturbines. De nieuwe gemeenteraad zal een beslissing moeten nemen. Betuwe Wind wil dat dat snel gebeurt. Ik hoop dat deze pauze niet te lang gaat duren en dat de gemeente snel tot een oordeel komt over wat er echt mogelijk is in dit gebied.